Nou, ik heb nou, heb ik... Even zien, ik zet jullie even hier neer. Met sesambollen, wit, 6 stuks. Kort van de maarten, zo vast al, kruidnoten. Ja, ook dat weer in huis. Voilà. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Hey jongens, sorry. Het is vandaag zaterdag, de 7e van de 10e, 2023. En we leven alweer reeds bijna 4:30. En ik kom net beneden. Wel heb ik al een wasmachine draaien, dus dat heb ik wel gedaan. Maar ik ben zo beroerd, zo'n hoofdpijn. Ik ben opgemaakt en daar is het ook mee gezegd. En ik heb schone kleren aan. Ja, nou, daar heb ik geen verstand van. We kieken het even. Maar in ieder geval, dat komt ook wel weer goed hoor. Ja. Karin die had mij vanochtend al gebeld om te vragen of ik zin had om mee te gaan met een ontourrit hier in Noord-Holland. Maar dat heb ik niet gedaan, want... Ik ben gewoon lang niet in orde vandaag. Ja, gisteren was het me beter dan nou. Ik heb echt, nou ja, het gevoel als ik een terugklap heb, weet je wel. Maar in ieder geval, bereid uw netwerk uit. Ja, dat maak ik zelf al uit. Weg. Wanneer ik dat doe of wanneer ik dat wil doen of wat dan ook. Ja, maar in ieder geval, Karin die is dus alleen gegaan. En ja, helaas, pindakaas, als ik niet in orde ben, dan ben ik niet in orde. Anders had ik wel weer een mooie, gigantische vlog in elkaar weten te zetten erdoor. Maar ja, als je niet in orde bent, je eigen lichaam gaat voor al het andere, hè. Ja, ook voor het vloggen. Zo simpel. Ik ga voor en mijn diertjes en dan de rest. Ik mag het heel graag doen, maar het is wel, ja... Wat voor mijn lichaam is. Ik moet ook nog boodschappen doen, weet je. Dus ja, ik heb het eventjes niet. Ik kan er ook niks aan doen, maar zo is het nou eenmaal. Ja, en morgen dan komt die mevrouw voor de bus van de dierenbescherming ophalen. En dan kan ik maandag beginnen aan de brandhondenstichting. Hi kind, ja, we gaan zo lopen. He, daarna moet ik toch even wat boodschapjes doen, hè. Ja, komt allemaal wel goed. Maar in ieder geval, dan weten jullie het even, dat er vandaag weer weinig gevlogd zal worden. Want ik moet ook nog een vlog in elkaar zien te zetten. En ik weet niet wat ik meemaak vandaag nog. Er staat niks op het programma verder. Ik weet het even niet. Nee, ik krijg ook zover ik weet geen visite. Niet dat ik weet of het moet onverwacht wezen. Ook dat weet ik allemaal niet. We zien het wel en anders lekker een rustige, stille dag. Heerlijk. Mag ook wel. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van jullie dag. Het is hier grijs en grauw. Het is wel droog, maar het is grijs en grauw. Volgens de geleerde is het 18 graden, zowel daar en zowel daar. Even op mijn telefoon kijken. Kijken of er wat anders is. Ook 18, maar die zal ik even versen. Blijft 18, dus ja, dat dus. Dus ja, ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen en tot later. Zo, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ik heb boodschappen gedaan, ja. En die zeiden ook, want deze kon al niet eens niet meer in mijn tas, maar dat hebben we toch ook allemaal nodig, hè? Ja, en ik ben het er eigenlijk, weet ik niet eens, 4 laars, 12 rol. 4 laars, dus dat is zacht, ultra sterk en zacht. 12 rollen, en ik had voor 4 nog wat, deze. Dus ja, daar ben ik wel blij mee, want hij is niet echt duur.
En hij heeft een tas vol met boodschappen. Ik heb een wat ander soort brood, want het brood wat ik normaal heb, stond op een heel andere plek waar het niet behoort. Dat stond vooraan in de winkel, zal ik je vertellen. En ja, dan rij je voorbij, je rijdt de winkel in en nou, het stond naast de poortjes, laat me zeggen. Bij de groenten, ja hallo, daar behoort het niet te staan. Mijn bruine bolletjes, dat was dus bij het brood op één zak na. Dus die zak, ja ik geloof één zak. Nou, heb ik, even zien, ik zet jullie even hier neer. Met sesambollen, wit, 6 stuks. Is weliswaar wit, maar ja, je moet toch beter wat dan helemaal niks, hè. Dan heb ik gewoon normale witte bolletjes. Deze kost 1,49. Deze kost 1,9. Maar als je 2 maal doet, dan is het weer wat goedkoper. Dan is het 2 stuks 1,79. Trouwens met deze ook. Ja, nou ben ik met 1 bruine, dus ja, deze samen is ook dezelfde inhoud. Nou, daar maar even leggen. Dan heb ik uiteraard mijn knabbeltjes. Dat gelijk in de magnetron. En dan denk ik magnetron, ja, die gebruik ik ook als kast. Dus dat moet kunnen. Zo. Dat moet gewoon kunnen hoor. Ja. Oké, ho. Kijk maar gewoon. Hup. Ja. Kan makkelijk. Als je hem niet gebruikt, kan het gewoon als een kastje. Ja. Dan heb ik ook nog wat lekkers meegenomen. Dat moet ook kunnen. Ik heb nog weer koffiemelk meegenomen voor degene die dat willen. Nou ja, en ik heb wel patat, maar mijn mayonaise, ik heb zo'n fles mayonaise. En dat is dan wel magere, maar het is ook sneller zuur, omdat je bent maar alleen die patat eet. Nou, hoe vaak eet ik patat? Dat is, ja, de ene keer is het 1 keer in de week, maar het gaat ook weken voorbij, een maand voorbij dat ik het niet eet. Dus ik denk, nou, dan neem ik maar weer volle en dan maar een tubetje mayonaise. Ja, kijken hoe lang ik daarmee doe. Dan de vogeltjes. Ja, de vogeltjes. Pindas. Dan kunnen ze straks lekker knabbelen. Nou, ja, jullie weten wat ik ook altijd haal. Dat zit in een fles. Ja, ik kom eraan. Ja. Ik kan dan als je wilt weer naar binnen. Ik heb hem net naar buiten. Ik heb je net naar buiten. Dank je. Doei, doei. Ja, dat doen de buurtjes hier wel. Eventjes kloppen op het raam. Dat kan dan weer binnen wel. Nou, prima, mag. Ja, toch? Dat is voor de vogeltjes buiten, schat. Ja. Maar ik heb een klein glazen flesje met gelige vloeistof, met alcohol erin. Ja, dan weet je wat het is. En ik heb nog een grote fles, ja, ginger ale. En ik heb nog een andere fles met rode dop, rood vocht erin. En ook alcohol. Ja. En dan heb ik weer een zakje voor mijn keel. Dan moet ik even... Ik kan nergens bij zo. Tante Polle, wappie. Had je zin in wat? En dan moet ik hem deze kamer even ophalen. En die moet ik eventjes hier neerzetten. Dat mag ook niet op beeld. Nou, dat hoeft ook niet op beeld. Nou, ja. Potje de maarten zo vast al. Kruidnoten. Ja, ook dat weer in huis. Voilà. En dan moet ik dat er even uithalen. Waarom zit dat daar allemaal in? Nou ja.
Je komt dingen erin tegen en dan denk je van, nou, wat moet dat in een pan? Ah, ja, ik weet het al. Dat moet hier overheen. Om af te schermen. Ja. Zo. Nou, die komt daar wel bovenop. Zo. Hé, meisjes, ja. Ja, hier ben ik ook heel erg blij mee. 99 cent. Wie doet je wat? Lekker. Ja. En dan heb ik weer een aantal vleeswaren. Dus ja, dat ga ik zo even opruimen. Wat is dat? Oh, een pinda. Een pinda. Nou, gooi ik die maar even weg. Hup. Dus dat gaan we even opruimen, lieve vrienden. En dan even een bak koffie zetten. En dat maakt ook een herrie. Dat willen jullie niet horen, denk ik. Ik trouwens ook niet, want ik heb nog steeds hoofdpijn. Maar ik heb iemand gevonden. Ja. Een hele lieve man. Ja, die kon ik al, maar niet van naam. Nou ben ik de naam alweer vergeten, maar dat doet er niet toe. Hele lieve man. Als ik de stad in ga, dan zie ik hem 9 van de 10 keer, want hij heeft een pandje en daar mag hij graag zitten te schilderen. En die gaat dat naambordje van me proberen op te knappen, hopelijk. Ja, hij gaat met mij contact leggen per mobiel of wat dan ook, om te kijken wanneer ik thuis ben. En dan komt hij een keer. En ja, hartstikke leuk. Hé? Ja, nou. Dan wordt het bordje weer opgeknapt van opa. Ja, van mijn papa. Ja, echt wel, van mijn papa. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet een beetje mee. Tot later. Zo, lieve vrienden, het is weer hartstikke laat. Ik heb de televisie al uit, ik heb de computer al uit, de meisjes zijn al uit geweest. Ik heb ook aan het werk geweest, zowel met de vlog, zowel op Facebook, want ja, dat moet je toch ook allemaal bijhouden. Het is inmiddels 2:45, dus 2:45 in de nacht. We gaan lekker een beetje toe, dus ik zeg, slaap lekker, welterusten en heb een goede nacht. En ik zeg, graag tot aan de andere kant van de nacht. En vanmorgen, overigens, een hele fijne kerkdienst. En weet, God die houdt over ons allemaal de wacht. Doei!